Hoi, het is donker. Het is avond, 7:30. Ik ben kapot, maar goed. Ik zit op de slaapkamer, het is een beetje donker. Dennis komt zo meteen alleen maar binnen om even koffie te brengen, hoop ik. Welkom op mijn hobby YouTube kanaal Even Lifestyle. Ik ga vandaag een shoplog delen. Ik heb... Let op. De adventkalender van Chanel gekocht. Dus die ga ik unboxen. Maar ik heb ook wat gewone dingen bij Chanel gekocht. Wat hadden ze? Het was voornamelijk... Ja, ik heb er wat meer dingen gedaan bij Chanel. Volgens mij zijn we echt gewoon daar 2,5 uur bezig geweest. Wat ze hadden, het is een enorme doos met een heel mooi Chanel lint. Ik heb het kamerlicht even uitgelaten. We zijn in mijn slaapkamer, dus dat herken je wel. Dit zit met een plakker vast. Dat plak ik even lekker zo hier. Daar komt de koffie. Hallo. Hallo. Nee, ik zie dat hier niets in... Al was naar beneden gebracht. Ga je eerst opnemen? Ben ik al mee bezig. Dan ga ik van boven zien. Dat is goed. Ik roep wel als ik klaar ben. Ja, want je moet de tv nog doen. Ja, daar was ik. Ja, het is goed. Dankjewel, schat. En dit is een hele mooie... Ze vroegen al, wil je een witte of een zwarte doos? Nou, die witte dozen die heb ik hier al liggen. Die krijg je in principe... Mijn spiegel staat daar. Let er niet op. Dus ik wilde graag een zwarte doos. Hier ga ik mijn make-up memory box van maken. Ik ga het niet helemaal omhoog houden, hè. Maar goed. Wat ze deden. Wat ze nieuw hebben bij Chanel. En ik had dat vorige keer al gezien. Dat ik er was met wissel. En toen heb ik eigenlijk alleen een mascara gekocht. Dus ik heb dat verder niet gedeeld. Is dat ze een... Ik weet niet hoe het heet. Maar ze maken dan een foto van je oog. En met het beantwoorden van een paar vragen krijg je van hun de volume mascara. Het is allemaal dezelfde mascara, het is allemaal de volume mascara. Maar dan met een borsteltje wat dan het best bij jouw wimpers zou passen. Dus heb je groot of klein ooglid? Nou, geen, want ik heb hele erg overhangende ogen. Heb je korte of lange wimpers? Heb je... krul of stijl of een beetje krul of heb je heel veel wimpers of heb je weinig wimpers en wat effect wat je wil hebben. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus, kijk hoe cute dat eruit ziet. Ik hou ervan. Ik ben een ontzettende Chanel fan. Dit zijn allemaal geurtjes die Wessel kreeg om te proberen. Nou, het eerste dat erin zit is een heel leuk pakketje. En dat gaat dan zo open. En daar zit dan een heel klein nummer 5 dingetje in. Eau de parfum. Het is echt te schattig. Ik doe hem wel weer even dicht. In ieder geval. Dus ze hebben rechte borsteltjes... Ronde borsteltjes, van alles. Dus, ik heb die test gedaan en bij mij kwam er borsteltje 7 of 9 uit. Nou, ik wilde borsteltje 7. Zeg je dat goed? Ik denk het wel. Dan krijg je de gewone volume mascara, maar in zo'n geribbeld dingetje. De gewone volume is zeg maar glad. En deze is dan geribbeld. Dit is de volume mascara met de 3D geprinte borsteltjes. En deze is ook 3D geprint. En ik heb dan zeg maar het korte gebogen borsteltje. Die hebben ze ook nog langer. Dat is dan een andere variant. Maar omdat ik niet hele grote ogen heb en kleine korte steile wimpers. Echt zo blink naar voren. Was deze het best bij mijn oog. De bedoeling is dus dat je met het holle gedeelte zeg maar op je wimper. En dan even vasthouden bij de wimper aanzet. En dan zo nou,
zo omhoog. Hartstikke leuk. Staat nergens op, maar hartstikke leuk. Daar krijg je dan een doosje bij. En dat gaat dan met een magneetje open, met een spiegeltje. En daar kan dan je mascara in. Ken je die dingen nog van vroeger met een, voor een lippenstiftje? Die heb ik ook van Chanel. Daar kan je een lippenstiftje in doen en dan kan je onderweg zo. Ken je die dingen nog? In de jaren 80 had je die dingen. Nou, dat hebben ze dus nu voor je mascara. Hartstikke leuk. Ik gooi de verpakking gelijk weg. Toen heb ik laatst deze foundation gekocht. Heb ik laten kopen, als ik heel eerlijk ben. Maar die was een tint te donker voor mij. Maar goed, ik had hem gebruikt en ik had geen bon meer. En noem maar op, Dennis had het gekocht. Dus ik met de filiaalmanager van Chanel in de Bijkorf overlegd. En ik kon hem gewoon ruilen voor een lichtere tint. Dus dat heb ik gedaan. Tint 10. Die past wel goed bij mij. Dus die zal ik van de week proberen. Gisteren ben ik opgemaakt bij Chanel met dit. Helemaal tof. Helemaal top. Dat was echt helemaal te gek. En ze hadden één ding wat ik dan wel wilde hebben. Van de nieuwe... Ik probeer ondertussen die doos in elkaar te krijgen. Kerstcollectie. Ja, kerstcollectie. Dat is een... Ja, liquid oogschaduw. Maar die vond ik zo mooi. Dat is gewoon goud. Maar het was serieus. Hij ziet er hier meer oranje uit dan die is hoor. Hij is echt goud. En dan kan je hem een beetje... Heb ik nog hier een doekje ergens? Ja. Dan kan je hem een beetje met een gewone oogschaduw... Kan je een beetje matteren, zeg maar. Dan krijg je gewoon een waasje. Of ze had hem bij mij gematteerd. Dus met een waasje en zo. Dan krijg je gewoon... En dan had ze een lijntje getrokken van de pure goud. Dat was hartstikke mooi. Zelfs is zo veel mooi. Maar goed, dat is dus wat ik gekocht heb. Gekregen heb, gekocht heb. En wat ik erbij gekregen had, was... Die ze ook hadden. Chanel nummer 5 is natuurlijk jarig. Dan krijg je zo'n papiertje. En daarin zit... Ik vond het helemaal leuk. Een keramieke Chanel armbandje. Helemaal leuk. Ik hou ervan. Ik leg hem even hier neer. Dat is... Ik gooi het wel even gewoon zo bij het karton. Dat is wat ik losgekregen heb. Volgens mij was dat het. Ja. Dan gingen wij natuurlijk... We gingen eigenlijk naar de Bijenkorf omdat Wessel zijn Louboutin schoenen ging kopen. Die heeft hij gekocht. Dat is nog een verhaal op zich. Want we waren daar en die verkoper die was er... En Wessel wilde die schoenen al heel lang eigenlijk. En hij loopt er al heel lang op te azen. Maar zijn in Nederland niet te verkrijgen of bijna niet te krijgen. En wij wilden ze niet online bestellen. Omdat ja, je moet eerst, hij wil ze eerst passen en ze kosten een hoop geld. Dus nu heeft die jongen bij Louboutin in de Bijenkorf in Amsterdam. Die heeft ze uit Milaan laten komen. Want dat was de enige plek waar ze nog in zijn maat waren. Dus nu kon hij ze passen en kon hij ze kopen, zeg maar. Hij had wel de nette schoenen al gepast. Maar goed, ja, moet toch een beetje... Die anderen waren met een vedertje. Dit was met een gespje. En nou goed. Maar toen kwam de filiaalmanager van Louboutin of zo, weet ik veel. Kwam er ook even bij, want ze verkopen merendeel sneakers in de Bijenkorf, geloof ik. En hij had zoiets van, oh nou leuk, zo'n jonge gozer. En met nette schoenen. En wat is de gelegenheid? Dus Wessel zegt, ja... Zijn voor school. Nou, wordt er nu net een schoen naar school. En toen die ging afrekenen, kwam hij nog een keer van... Wat doe je dan? Ja, ze doet een hotelschool. En ik moet dan netjes in pak. En hij was... Vorige week had hij... wel dagen... De afgelopen week had hij vakantie. En de week daarvoor had hij wel dagen Amsterdam met school, met zijn klas.
En toen waren ze ook naar de Bijenkorf geweest. En toen had hij ook langs Chanel gelopen. En die meiden kennen hem natuurlijk allemaal. Want Wessel gebruikt heel veel van Chanel ook. En voor zijn gezicht dan, hè? Niet voor make-up. Maar wel verzorging. Want hij heeft een droge huid en scheerschade. En nou, noem maar op, gevoelige huid en van alles. Dus toen was hij van, oh, wat zie jij er netjes uit? Maar ja, was natuurlijk in pak, want dat moet voor school en strikje om. En nou, dan moeten er ook nette schoenen onder. Maar toen kwam er een jongen en een meisje langs, dat was een stelletje of zo. En dat meisje vroeg of ze op de foto mocht met die manager, filiaalleider, locatieleider. Ik weet niet wat het is. En we hadden echt zoiets van, zal wel. Dus Wessel ging aan het vragen, joh, wie is dat dan? En dat was dan de broer van Monica Geuze. Ik weet natuurlijk wel wie Monica Geuze is. Maar ik weet niet wie de broer van Monica Geuze is. Nou, hij schijnt een heel groot ding te zijn. En hij schijnt heel bekend te zijn. Ook in de drag queen wereld. En nou, ik weet geen idee, dat meisje dat blupte een beetje erover. En die was helemaal enthousiast. En ik geen idee. Maar leuk. En het was een aardig jongen hoor verder. En hij kwam een praatje maken. En hij maakte boven nog een verder praatje met Wessel over school en zo. Dus aardig jongen. Maar Wessel heeft zijn schoenen gekocht. Maar goed, ik had dus, denk 2 maanden geleden, bij Chanel. En toen zei de locatiemanager van Chanel in de Bijenkorf tegen mij dat ze een adventkalender krijgen. Deze. En dat komt omdat nummer 5 is jarig. Chanel doet in principe nooit adventkalenders. Dit is geloof ik de eerste. Correct me if I'm wrong. Dit is de eerste. Kost €700. Spoiler bij voorhand. Er zit niet voor €700 aan producten in. Dat, er zitten van dat soort armbandjes in en hangertjes en tassenhangers en sleutelhangers en kersthangers. Daar kun je geen waarde aan plakken, want dat zijn limited edition dingen die puur gemaakt zijn voor die kalender. Ja, of er dan echt €700 aan waarde in zit, weet ik niet. Maar niet aan echte producten, zeg maar. Maar ja, ik wilde hem toch hebben. Dus ik heb hem opgehaald. En dan krijg je zo'n doos. Die tas is ook... Het ruikt al helemaal naar parfum. Die tas is ook bijzonder, want zo'n tas maken ze normaal niet. Dus daar moet ik nog even wat voor verzinnen. Maar dan krijg je deze doos. Met het Chanel logo bovenop. Achterop allerlei informatie. Wat ik niet ga lezen, want ik heb geen bril op. Met plakkertjes zit het ook vast. Handig. Daar heb ik natuurlijk niet op gerekend. Ik heb wel foto's gezien ervan. En ik heb 1 unboxing. Nee, eerlijk. Ik heb 2 unboxings gekeken. Er stonden er maar 3 in totaal op YouTube. Jeetje. En nummer 5 is niet eens mijn favoriete geur. Maar goed. Dan komt er nou, ik gooi het gewoon hier allemaal neer. Dat zien we zo meteen wel. Iets uit in papier. Met een mooie witte Chanel sticker. Waarvan ik denk, als ik daar nou voorzichtig mee doe, dan kan het hier nog op een leuk glaasje plakken of zo. Dat lijkt me heel erg leuk. Maar waar? Ik plak hem op de mascara's. Hartstikke leuk. Nou, als je het cellofaantje eraf haalt. Oh, er zitten nog meer van die stickers op. Hartstikke leuk. Nou, dat gaan we even anders doen. Dat doe ik morgen dan wel. Dan krijg je een hele grote Chanel fles. Hartstikke leuk. Het voelt als een soort... Het is karton. Maar wel heel stevig, zeg maar.
Dan gaat die open. Ik verdwijn even uit het beeld. En dan krijg je dit. Er zit hier dan nog een cellofaantje voor. Dan krijg je dit. Zo. Hij is best zwaar, dus jullie begrijpen. Ik ga hem niet de hele tijd vasthouden. Hartstikke idee. Dan heb ik gelukkig een hele grote kaptafel. Het zijn allemaal vakjes. Heb ik toevallig op internet gezien bij die vorige unboxing dat allemaal naar beneden gaat storten. Dus ik ga het uitpakken, hou de producten gewoon los en stop de doosjes dan weer terug. Je begrijpt dat ik deze fles ga houden. Hij begint niet bij 1, hij begint bij 5. Ik neem even een slokje koffie. We hebben net gegeten en de spooktocht gekregen van Govert, de nieuwe aflevering. Hij zegt wel dingen soms waarvan ik denk, Maar het blijft altijd een leuke serie. Oké. Ik ga er alvast 2 bakjes uithalen. Omdat ik anders niet bij de bakjes kan komen, zeg maar. Nummer 5. Het zijn allemaal van die witte met zwarte bakjes. Gelukkig heb ik geen nagellak op. En dan zit er van dat grauwe gefrummel in. Dat stop ik erin terug. En dan heb ik nummer 5 parfum. Denk ik. Ik denk een mini flesje. Dit is wel handig. Ja, kijk. Ik hou ervan. Dit heeft natuurlijk echt gewoon nul waarde. Maar je kan dit niet kopen. Dit zijn kleinigheidjes die zij gewoon bieden. Dus ik vind dit. Ja, nou ja, goed. Ik vind dit leuk. Ik hou ervan. En dan zet ik ze boven op mijn spiegel. En heb ik allemaal van die soort Chanel miniatuurtjes. Hartstikke leuk. Dat was 5. Oh ja, dan moet je ze ook weer allemaal terugkrijgen natuurlijk. Hè? Dat is dan ook weer een volgend avontuur. Oké, die tas is nu even mijn afvaltas. En hoe krijg ik dit eruit? Ik haal even die grote eruit. En die kleine. En dan kan 6 eruit. 6. Dat is een kersthanger. Ja, zij noemen dat een ornament. Wij noemen dat gewoon een kerstboomhanger. Van een, ja, ik vind het leuk. Ik heb een rood met gouden kerstboom over het algemeen. Dus ik hang dit ook in de kerstboom. Hartstikke leuk. Dat zijn van die dingen, dat bedoelde ik. Dit kan je niet kopen. Je kan er geen waarde aan hangen. Zitten dan €700 in? Ik weet het niet. Dit was 6. Oh, die voelt zwaarder. Sorry, 7. Ik heb nog nooit een adventkalender unboxed, hè? Dus ik heb geen idee. Number 5 parfum. Ja, misschien ik nu wat ouder word, moet ik er toch wel aan geloven. Dat het misschien toch lekker is. Ik weet het niet. Ik vind het over het algemeen een beetje te zwaar. Ze hebben een watervariant, de low. Die vind ik dan wel oké. Okay. Oh, dit is helemaal niet de parfum, joh. Dit is de handcreme. Die heb ik ook van de Mademoiselle. Hele fijne handcreme, maar dat vind ik echt leuk.
Handcrème. Leuk. Dit was 7. 8. 8 is een zakje. Nou, dat bedoel ik. Geen idee wat je hierin doet. Ik heb geen idee wat ik hierin ga doen. Ik heb geen idee. Maar goed, leuk om te hebben. Ja, ik denk niet meer dat ik het zo meteen terugkrijg. Negen. Weet je, zouden jullie dit uitgegeven hebben voor zo'n kalender? Dat, ik ben benieuwd. Ik had er natuurlijk voor gespaard, dat begrijp je. Ik ga niet zomaar 700 euro uitdelen, uitgeven. Ja. Dit zijn stickers. Ja, stickers. Zit in iedere adventkalender. Er zit een streep op mijn scherm. En dat lijkt net hier iedere keer. Dan zie ik hem hier in mijn wang. Alsof ik daar mijn foundation niet uitgeblend heb. Stickers. Ja, stickers. 10. 10 is een kleintje. 10 is een kleintje. Oh ja. Ja, nou ja. Goed. Dit gaat best wel stelen. Dit is een schutbol van Chanel nummer 5. Die ga ik ook in de kerstboom hangen. Maar ik weet zeker dat Wesse die gaat stelen. Want Wesse is gek op schutbollen. Ik weet ook niet waarom. Maar dat is die gewoon. 10 terug. Dan 11. Het zit wel allemaal goed in elkaar. 11. Maar alleen straks kijken hoe ik die 8 terugkrijg. Even kijken. En overal zitten van die gouden gefrummellintjes in. Ik heb in ieder geval lintjes genoeg om cadeautjes in te pakken, moet je maar denken. Elf is een mini lipstick. En die maken ze natuurlijk normaal gesproken niet. Dus dat vind ik... Ja, op zich is dat wel leuk om te hebben. En wat ze dan gedaan hebben... Is echt een lipstickje met Chanel. En dit is een gewone trekding. Een rode. Ja. Leuke kleur. Ik hou ervan. Ik draag het regelmatig. Maar een mini lipstickje. Ondertussen zal ik ook even gelijk dat rode weer wegvegen. Voordat ik helemaal onder zit. Dit was 11. 12. 12. 12. Daar. Momentje. Echt. Gaat dit bij alle kalenders zo? Dat je denkt, 12. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit, zouden wij vroeger gezegd hebben. Maar daar mag je geen grapjes meer over maken. Dit is een gewoon wit doosje. Gewoon wit doosje. Oh, gaat ook niet zo goed open. Ik sloop het doosje. Maar dat geeft niet. Wat is dit? Dit is... Nou, dit is een keramieke steen in de vorm van een Chanel dingetje. Die heb ik ook van de Camellia. En die kun je dus inspuiten met parfum als een soort room diffuser. Hartstikke leuk. Ik gebruik dus nu die nummer 5 tas als afvaltas. Hè? Nummer 12 was dat. Nummer 13. Is een kleintje. Zo, 13.
Ik moet even kijken waar die open gaat. Ik denk, nou, daar zit niks in. Dat zit er wel. Dat zou wat zijn, hè? Dat je gewoon een leeg doosje hebt. Dit is een sticker. Dit lijkt een beetje op een oude, zo'n notaris sticker, weet je wel. Waar ze dan zo'n zegel in van het kaarsvet doen. Maar leuk. Daar kan ik wel wat mee. Dat plak ik wel ergens of zo. Dat komt goed. 14. Wat is dit dan? Oh, die hebben we nog niet gehad. 14. Ja, het nadeel is dat ik dus al een unboxing heb gekeken. Dus ik weet ongeveer wat erin zit. En dan niet op de volgorde. Maar ik herken natuurlijk aan sommige producten gewoon wat het is. Dit is een nagellakje bijvoorbeeld. En dan zit er à la Kers en à la Chanel een hele mooie klassiek rode Chanel rode nagellak in. Hartstikke leuk. 15. Ik weet niet helemaal waar die vandaan kwam. Oh ja. Ja, dan herken je weer de dingen die erin zitten. Daarom heb ik het eigenlijk ook gekeken. Omdat ik natuurlijk zonder bril helemaal niks kan lezen. En ik was eigenlijk gewoon heel nieuwsgierig. Dit is een magneet. Zeg maar, die doe je dan. Stel dat het een bladzijde van je boek is. Zo, en dan blijft die zitten. En dan weet je waar je gebleven bent. Dus ik denk dat ik dit ga gebruiken in mijn nieuwe Marcia Planner. Ik heb de nieuwe Marcia Planner besteld. De Josh V en Marcia Planner. Die heb ik nu ook. Ik heb nu de beige variant. En ik heb nu de zwarte besteld. Dus die ga ik gebruiken in mijn nieuwe planner. Ik heb namelijk één groot gatenhoofd. Dus ik moet alles plannen wat ik bedenk dat ik ga doen. Ja. Dat was 15. Oh, hier. Grappig. Ik begrijp ineens wat al die YouTubers, nummer 16, bedoelen met het is handig als ze op volgorde staan. Maar goed. 16. Is denk ik weer een. Oh, dit is een nummer 5 low. En die is, dat vind ik dan wel oké. Dat is. Dat is ook een ander doosje. Er zit dan zo'n Chanel drukje dingetje op. En dan klop je dat zo open. En dan zit er. Kijk, het is ook een andere kleur. Zie je dat? Dit is een gewone parfum. Dit is de water, zeg maar. De low. Leuk. 17. Dit is een platte. Het weegt allemaal echt geen drol. Dit is een armband. En hiervan ben ik wel geneigd om te dragen. Die witte die ik had gekregen, die hoorde bij een andere set die ze nu hadden staan te koop. Maar goed, ik heb hem zo groot. Kut. Ik ben zo terug. Daar ben ik weer. Ik schuif even gewoon weer jullie kant op. Dit is ook zo'n armband, een touwtje, maar dan met net als die sticker zo'n notaris stempel ouderwets. Hiervan ben ik geneigd om te dragen. Dat was 17. 18. Het is. Ja, nou. Ik weet op een gegeven moment niet meer echt welke dingen waar uitkomen, maar ik dat vogel ik
straks dan ben ik je uit. 18. Dat is... Dat zijn weer stickers. Hadden van mij niet twee keer erin gehoeven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daarvan denk... Weet je, één doosje stickers. Alla, twee doosjes. Niet echt nodig. Laat ik nou toch denken dat ik een doosje heb weggegooid. Oh nee. Oh nee. Dit was 18. 19 heb ik hier nog los. Zodat ik wat makkelijker bij de doosjes kon. En 19 is iets wat ik wel heel leuk vind. Wat ik me niet laat afpakken door mijn geliefde zoon. Als die kijkt, dat doet hij niet. Hij zou met mij uitpakken, hè? Hele grote woorden. Ja, nee. En uiteindelijk haakt hij af. Dit is een tassenhanger. Als ik het hier hou, zien jullie het niet, hè? Het is een tassenhanger met een lintje van Chanel. Met een Chanel parfumflesje. En een soort glazen bedeltje. Hartstikke leuk. Doe ik aan mijn sleutelhanger. Hartstikke, dat soort dingen vind ik leuk. Weet je, bijna 50 en zo gek als een deur. Ik hou ervan. 20. 20, jongens. Ik heb een nieuwe telefoon om te filmen alleen. Niet om te bellen, maar alleen om te filmen. Ik moet even wennen waar die... camera zit. In dat deel van de kalender zit het ook, naar mijn idee, wat steviger. Ik krijg een hartstikke leuk nummer 5. Dit is een lipstift. En er zit ook een nummer 5 op. Dat is een kwestie van drukken. Daar heb ik er meer van. En dan trek je hem zo drukken. En dit trek je zo eruit. En hier zit dan de rode lippenstift in. Ik vind dit niet erg. Mooi. Maar twee rode lippenstiften vind ik misschien een beetje te. Had dan die kleine in een andere kleur gedaan. Denk ik. Vind ik. Maar wie ben ik? Dat was 20. 21. Is een vierkantere. En 21 is... Goh, wat ben ik goed bezig met ze gelijk te terugzetten, zodat ik nog weet waar wat hoort. Anders krijg ik het natuurlijk al... En ik vind het dan zonde om al die doosjes weg te gooien. Dit zit in een plasticje. En dan is het een soort flesje in een... hoesje. En dit is een spiegel. Hi. Ja, zo. Dus dat kan je, dat plastic, dat kan je eraf halen. Momentje. Kijk, daar komt hij. Nou, dat ging niet helemaal goed. Maar jullie begrijpen het principe van het plastic van een spiegel afhalen. Dus dan heb je een spiegeltje van Chanel nummer 5. Hartstikke leuk. Doe ik in mijn tas. Ik heb altijd een make-up tasje in mijn tas. 22. Was ik maar 22? Denk het wel. 22. Ja. Op een gegeven moment kom je in de fase van de meuk. Ja, nou ja. Ik ben Haags, dus ik noem het maar zoals ik het zie.
Dit is een beetje sponsorig, dat kan je indrukken. En dit is een plakker, een sticker. Dit is een beetje sponsig. Het is ook een sticker. Oké. 23. 22. 23. 23. Ik moet wel even mijn koffie opdrinken, anders wordt het koud. Ik heb geen hekel aan ijskoffie. Maar koude koffie is wat anders. Toch zijn er weer een hoop dingen die je dan vergeet was een unboxing. Terwijl ik die unboxing echt serieus vorige week bekeken heb. Omdat er iedere keer geen unboxings op YouTube stonden. Dit is een pakketje. Met een ontzettend zware sleutelhanger. Hanger. Of het een sleutelhanger is, weet ik niet. Daar ga ik hem. Misschien hang ik hem wel aan mijn tas. Hij is echt. Hoor je dat? Ik denk dat hij van metaal is. Maar leuk met zo'n zwart kettingje. Ik heb een zwarte handtas, dus leuk. 23, 24. Hij begon bij 5. Maar deze gaat tot 31. En normaal gaan ze van 1 tot 25. Dus ik weet niet. Oh ja, nou. Dit had ik dus gezien. En ik vind alles wel leuk. En daar kan ik wel wat mee. En stickertjes plak ik her en der gewoon ergens op mijn kaptafel. Dat vind ik dan wel grappig, weet je. Maar dit. Ja. Dit vind ik echt. Nee. En zo. Dit is een boekje over Chanel nummer 5. En dat gaat dan over. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen, hè. Hier. Hoe, zeg maar, die fles gemaakt wordt. Ik kan dat niet goed laten zien. Zo, nou. Dit vind ik echt dat ik denk. Hier heb ik helemaal geen ene jotem aan. Maar goed, 25. Dan hoop ik niet dat de rest er onderuit dondert. Nee, dat valt mee. 25 is wel een zware. Ik vind het wel leuk. Misschien ga ik wel meer adventkalenders doen. Ga ik volgend jaar die van Dior kopen of zo? Volgend jaar heeft Chanel natuurlijk geen één. Want nummer 5 bestaat niet zoveel keer 100 jaar. Dit is. Ik denk dat dit een parfum is. En dit is een full size. De kleine variant van een full size, wel te verstaan. Maar desalniettemin een full size. Ja hoor. Mijn kat staat ontzettend te blerren bij de trap. Hallo, ik wil erin. Dit is de nummer 5 parfum. Gewoon de klassieke nummer 5 parfum. In een heel mooi flesje. Nou, niks mis mee. Er zit een heel mooi lintje omheen met Chanel. Zie je dat? Zo, het logootje. Ja, nou, ik ga hem gebruiken. Dennis vond het ook niks. Ik had het op. Dan ruik ik niet meer. Ik had het op mijn hand gespoten gisteren, maar dat, nou goed. Hij werd er niet wild van. 26. Hierzo. Dat is weer een kleintje. Oh ja. Hiervan had ik zoiets van. In het begin wist ik serieus niet wat het was. Maar goed. Het was nu aan het werk. Maar is in principe. Ja, ziek, ziek, ziek. Hij heeft een middenoorontsteking. En nou is best zo'n kano-kind. Maar ik heb geen corona. Dit is een bijwerking van mijn medicijnen. Dit is een paperclip, jongens.
een paper. Kijk, als dit dus zeg maar je blaadje is, dan is dit je paperclip. Dus die kan ik ook in mijn nieuwe Marcia planner doen. In ieder geval, de kat wil nu gewoon de slaapkamer in om te knuffelen. 27. En die wil dan gewoon de hele avond op schoot liggen. Oh, dit vind ik wel leuk. Dit ga ik in mijn kledingkast doen, had ik al bedacht. Ik ben er dol op. Ik heb ook allemaal, niet van deze, want dat zal een beetje duur zijn, tussen de handdoeken liggen en zo. Dat is een tik. Dat deed mijn moeder altijd. Dit is zeep. De nummer 5 zeep. Ik weet niet of dit de full size is. Er zit dan achterop nog zo'n sticker. Ik weet niet of dit de full size is. Maar in ieder geval, het is zeep. Dus ik heb hier een kledingkast. Hier is mijn kledingkast. Ik heb ook in het andere kamertje, in de kledingkamer, nog een kledingkast. Maar dat is allemaal nu zomer en reserve en dingen die ik niet zo vaak draag. Dus ik heb hier in principe alles wat ik draag. Dus ik denk dat ik hem zo, en ik heb hier ook mijn schoenen, dat ik hem zo tussen de schoenen doe, zeg maar. Dat gewoon voor de geur. En mijn moeder deed het altijd. Ik heb ook allemaal van die stukjes zeep tussen de handdoeken liggen en zo. Ik ben dat gewend van huis uit. Dat deed mijn oma blijkbaar ook. Voor het geval jullie denken, doet je moeder dat nu niet meer? Mijn moeder leeft niet meer. Dus nee. Nu doet ze dat niet meer, nee. Nou, ik maakte wel een grapje over. Maar ik vind het niet leuk dat mijn moeder niet meer leeft. Maar dat is, ik ben nu 48. Dus mijn moeder overleed 30 jaar geleden al. Dus, nou ja. Dat hebben we wel een beetje gehad. Waar waren we? 28. Why, Chanel? Why? Stickers. Dit zijn een beetje stoffen stickers. Een beetje textuur en zo zit daarop. Ja. Maar, oké, dit wordt wel een hele lange video. Dus, be warned, zeg maar. We zijn bijna klaar. 29 is een kleintje weer. Dit is een pin. Zo met zo'n pin aan de achterkant. Zo voor op je jas. Ik heb... Oh, die komt hier vandaan. Ik heb geen idee waar die vandaan komt. Dan heb ik 30. Die voelt ook wel zwaar. Heb je zo'n groot doosje, er zo'n doosje in. Dan kun je net zo goed zo'n klein doosje nemen. Kijk, nou ga ik niet al die doosjes weggooien. Daar vind ik op een gegeven moment wel weer nut voor. Maar toch, weet je, dat is net zo goed. Dit is de... Nou, dit is de Crème Le Corps, dus de body lotion. Maar... Er staat nergens op dat het van Chanel is. Dus dit zou gewoon zo'n proefmonster pakketje dingetje kunnen zijn. Ja, hier staat een stickertje op, maar dat is gewoon met de hand geplakt. Maar, ja, nummer 5. Hoewel ik deze vandaag lekker vind ruiken. Ik smeer hem een keer op mijn benen en dan is hij natuurlijk op, hè. Want ik heb zulke dikke varkensbenen, poten. Ja, ik bedoel, ga niet lullig doen. Het is sowieso wel te zien dat ik aan de zware kant ben. Nou, laat me gewoon zeggen dik, hè. Dus ik heb geen inimini-benen, zeg maar. Nummer 31 is een armbandje van nummer 5. Ja. En hoeveel heb ik er dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ja, klopt. 26. Ik ben het meest blij. Toch wel met de kersthangers. Ik vind de geur leuk. Ik vind de zeep leuk. Ik vind de nagellak leuk. Ik vind de handcreme leuk. Ik vind het armbandje leuk. Dat klassiekere armbandje. Ik vind de tassenhanger leuk. Ik vind de sleutelhanger leuk. Dat is ook een tassenhanger. Sleutelhanger, weet niet precies wat het is. Ik vind de nagellak leuk. De lippenstiften. Ja, dat boekje over het verloop van de Chanel, dat had voor mij wel weg kunnen blijven. Had daar nog iets anders voor gedaan. Het zakje, ik weet niet. Die vier dingen, stickers. Ik weet niet of ik er vier had willen hebben. Ik vind één ook goed. Die schutbol, maar die gaat best wel in beslag nemen, dat weet ik zeker. Dit vind ik ook leuk. Dat zet ik gewoon beneden neer en dan spuit ik er een beetje van die... Ik weet niet, rituals heb ik geloof ik, van die kamergeur. Hartstikke leuk. Volgend jaar doe ik weer een dure. Ik denk iets van Dior of zo. Nou, bedankt voor het kijken. Hartstikke leuk. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Het is een lange zit, maar ik heb en een shoplog gedaan en een unboxing van de adventkalender. Vind je het geld waard? Laat even weten. Leuk als je een keer een reactie achterlaat. Want ik krijg nooit een reactie van iemand. Volg even. Want ik heb heel veel shoplogs. Make-up dingen. Dingen met get ready with me's. En dat soort dingen. Ik probeer regelmatig dingen die nieuw zijn voor mij. Shop My Stash doe ik regelmatig. Ik heb ook elke maand een boodschappenlog van de Jumbo. Die dan echt voor de hele maand boodschappen brengen. Binnenkort ga ik wat recepten uitproberen. Dus die komen eraan. En nu ga ik met Dennis verder met onze serie De 100. Die zijn we aan het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Deze komt na de shoplog, denk ik, online. Ik zal hem morgen gelijk uploaden. En dan zet ik hem, denk ik, morgen is het zondag. Dus dan doe ik de shoplog gelijk morgen van de Jumbo. En dan doe ik deze dinsdag. Dus dinsdag zien jullie hem dan. En dan ben ik ongetwijfeld alweer met andere dingen bezig. Maar dat is leuk, toch? Zo hoort het erbij. Weet je erbij. Ik ga even kijken wat mijn kat wil. Nou ja, die wil knuffelen. Ik ga mijn man halen, want die moet de tv nog hier terughangen. Want de standaard was los. Dus die is afgevallen. Maar ik blep gewoon door. En inmiddels zit ik op 48 minuten. Ik zend deze real-time uit. Ik ga er niet in zitten knippen. Dat hoeft ook niet, want ik heb me verder niet versproken behalve één ding op de grond laten vallen. Maar that's life, zo is het gewoon. Ik knip heel weinig, niet eigenlijk. What you see is what you get. Real life, real time. Bedankt voor het kijken naar mijn hobbykanaal. En zorg goed voor jezelf en elkaar. Doei.